De waterstof-energiecentrale die in Suriname gebouwd zal worden op plantage Bredevoort in Kommewijnen zal voor 600 directe banen zorgen. Dit haalde minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning afgelopen zaterdag aan op een persconferentie. Hij geeft aan dat de indirecte banen die door dit project beschikbaar zullen komen niet onderschat moeten worden. Achaibersing gelooft dat de waterstof-energiecentrale 2000 indirecte banen gaat opleveren. Omdat dit project uitgevoerd gaat worden, zoveel als mogelijk met lokale ondernemers, lokale grondstoffen, lokale productiefactoren. En dat betekent dus werkgelegenheid voor minimaal 600 mensen die in dienst zullen treden van dit bedrijf, maar ook de aannemers in Suriname, de productiebedrijven in Suriname, die dus hier een behoorlijke rol in zullen hebben. Uiteraard levert dat ook een fiscaal voordeel op, want loonbelastingen, et cetera, worden afgedragen. De bewindsman geeft aan dat de regering financieel niet zal inkomen in dit project. Het project wordt volledig gefinancierd door de investeerder, de Defense Hybrid Power System Group. Daarnaast zal de investeerder ook helpen bijdragen aan het verder ontwikkelen van het district. Zij gaan naast de foundation die heer Valk genoemd heeft, waarin gedoneerd gaat worden om projecten mee te financieren, gaan ze een nieuw districtscommissariaat gaan ze financieren. Ja, dus dit is allemaal overeengekomen hoor. Het zijn geen zaken die, laten we zeggen, intenties zijn. Het zijn zaken die overeengekomen zijn. Dus ze gaan het moeten doen. Dus ik noemde het districtscommissariaat. Er gaat medisch equipment binnengebracht worden. Er gaat een science center gebouwd worden. U moet dat niet onderschatten. Dit is nieuwe technologie, nieuwe energie. Een science center waar Surinaamse studenten, maar ook denken wij dat het buitenlandse studenten zal aantrekken om hier onderzoek te doen. Want het wordt een heel park, energiepark. Dat gaan ze bouwen, opzetten. En dat gaat ook een spin-off effect voor ons hebben. Tot zover minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning. Er zullen ook brandstofstations gebouwd worden door de investeerder.